Ja, je voelt hem al aankomen, hè? Welk hoofd hoort bij dit lichaam? Het is aan jullie om nu je mensenkennis toe te passen en te denken, als ik nou normaal naar dit soort dames kijk, wat zit daar dan onder? Nou, of waar je aan denkt, ik weet het niet, maar jullie moeten in ieder geval inschatten. Heeft dame A dit lichaam, dame B of dame C? Ga je gang. Doet u vooral thuis ook mee, is wel een leuk spelletje. Ik zie u hier in de studio ook al kijken. Mm. Bij welk hoofd hoort dit lichaam? Rico, zeg jij het maar als eerste. Wat speel je voor? Ik heb weer 10 punten gedaan. Ik heb wat in te halen. Maar ik begin nou toch te twijfelen eigenlijk. Ik heb B gezegd. Ja? Ja, eigenlijk meer qua kleur van de gezicht dacht ik dat past goed bij het lichaam. En daarna dacht ik eigenlijk misschien C had ook wel gekund. Maar dus B is mijn uiteindelijke keuze. B is de uiteindelijke keuze. Oké. Okay. Wat zie jij? Ik zie, ik denk dame A. Ik denk duidelijk jukbeenderen in haar gezicht. Het is, als je sport, dan verandert je gezicht ook op een gegeven moment. Je gezicht wordt heel strak. Kaaklijn komt duidelijk naar voren. En ik denk dat ik bij haar het meeste kaaklijn zie. Mijn vriendin is pas 14 kilo afgevallen. En het eerste zie je heel dit zo, wat heel strak zo. En heel duidelijk contour in haar gezicht. Waardoor ik denk dat dit lijf bij haar past. Jezus, dat je dat allemaal ziet, man. Ik zie mevrouw C kijken van, je hebt het niet goed, het is mijn lichaam. Oké, jij zegt dame A en jij zegt dame B. Ik ga jullie helpen. Dame A, bent u dit? Nee. Nee. Rico, jij denkt dame B. Daar gaan we. Zijn de punten voor jou? Hartstikke idee, nee. En dat betekent dus dat jullie het allebei hartstikke fout hadden. Want het is... Hamba, dames en heren. Ziet er prachtig uit, dames. Dank je. Hartstikke bedankt.